Beltuk vorig jaar is niet alleen een vereniging van IT-managers geweest, maar is ook een lobbyinggroep geweest om de interesse van die IT-managers te verdedigen. En ik zal twee voorbeelden daarvan geven. Eerste voorbeeld, dat is de iPhone en de 4G. In februari 2014 konden de iPhone alleen 4G doen met het netwerk van Mobistar. Beltuk heeft dat naar de minister gebracht. De minister heeft daar de wet veranderd. En daar zijn er negotiaties geweest met Apple, zodat alle iPhones konden naar alle 4G-netwerken in België komen. Dat was echt een mooie lobbying-effort.